Hallo, ik ben Pascal Brakman en ik laat graag hier een voorbeeldje zien hoe informatie, labeling en categorisatie kan helpen om bijvoorbeeld de mooiste fietsroute te maken in een gebied met informatie rond, als voorbeeldje, bier. Ik ga een route plannen en ik ga klik op maken route. Ik ga een lusje kiezen en ik ga dat heel snel doen als recreatieve fietser. En ik kies voor de mooiste route van ongeveer 60 kilometer, startende van een bepaalde plaats. Ik kies daar ongeveer mijn woonplaats. En ik zou dat niet graag door Brussel hebben, maar in de richting van het Pajottenland. Dan ga ik nog een beetje meer naar het zuiden zetten. En op die manier heb ik nu een route gemaakt en ik noem dat mijn bierroute. Ik ga die route opslaan en u zal het met mij eens zijn dat dit nog niet noodzakelijk een bierroute is, maar ik ga die informatie, mijn bierroute, nu verrijken met bierinformatie. En dan zal je het aspect van labeling zien. Ik ga hier vragen om een vijftigtal bezienswaardigheden te zetten tot op 1 kilometer van mijn route met het thema bier. Om een van de thema's te kiezen. En natuurlijk zie je hier het effect van labeling, zodanig dat wij juist kunnen categoriseren dat het iets te maken heeft met bier. Hier heb ik nu na een paar seconden, en eventjes de warning weghalen, heb ik nu een route met informatie rond bier. Dat kan gaan van een hoevenbrouwerij tot een plaats waar iets specifiek te vertellen is over bier, tot een plaats waar, zoals Okehem, waar hoppen staat. En je ziet, het heeft niet altijd te maken met een brouwerij, maar het heeft wel altijd iets te maken met bier. En die informatie vind je dan terug hier. Elk van die informatiepunten zijn gelabeld met de juiste kenmerken en natuurlijk proberen we dat zoveel mogelijk te gaan automatiseren. Veel plezier ermee.